Dag 2 van de OW is weer begonnen en we staan hier voor de aula. En het feestje gisteren was geweldig. En gelukkig hebben de OW'ers uit hun bed kunnen trekken. Ze hebben hun rugzakken opgehaald. De opening gaat zo beginnen en we zullen zien wat vandaag voor onze petto heeft. Hoe heb je jezelf uit bed kunnen krijgen? Heel lang gewoon blijven liggen en dan een beetje fruit eten en dan komt het wel weer goed. Maar... Heb je nog wel een stem over hierna? Denk het niet. Na het eerstejaarsweekend had ik al geen stem meer. Dus. We staan hier op de Infomarkt waar alle verenigingen zich van hun beste kant laten zien. Hoi, wij zijn Outside. Kom bij ons langs voor de gezelligste feesten. Woo! Hoi, wij zijn Krasna Musica, Delftse studenten, orkest en koor. En als je van muziek maken houdt of een instrument wilt, dan kan je altijd langskomen. Voor de gezelligheid, sfeer en vorming, kom bij CSR. Hoi, kom allemaal naar Delftse Cross in de OE en naar de open trainingen. Geloof jij in God en wil je iets met je geloof doen in je studententijd? Kom langs bij Navigators. Wanna play a board game? Welke was het vetst? Vetst? Ja, met een hamer slaan is altijd leuk, hè? Bij welke vereniging ben je al langs geweest? Ik weet niet wat het was, maar het was zaalvoetbal. Weet ik veel. DC pure winst. Al hou je van volleybal, dan moet je vooral naar Pinkster komen. Echt superleuk. Ben jij een fan van muziek en diversiteit? Moet je een keer op de Corbis komen kijken. DSB is klein. Kom naar de zwervers als je houdt van vuur! Yes! Wobedo, inzet leidt tot resultaten. Wat heb je gedaan, joh? Heel hard gezongen! Wat leuks gezien hier. Deze vereniging vind ik hartstikke leuk. Ik kan even klappen, er is genoeg te zien. Dan ga ik ook weer door ook. Kom naar VGSD, want wij hebben de leukste activiteiten. Nova is de gezelligheidsvereniging gevestigd aan een campus in Delft. Ons slogan is eigenlijk alles kan en niks hoeft. Kom naar Signaalsbrug voor een uniek karakter. Van de Infomarkt naar de verenigingen. We gaan zo kijken naar een optreden van Jesser en ik ben benieuwd wat voor een vet feest dat weer gaat worden. Jesser, fucking vet optreden. Om even af te sluiten, hebben we nog één goede vette boodschap voor alle Delftse studenten? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik doe heel veel studentenfeesten. En studentenfeesten zijn sowieso een van de leukste shows die je kan doen. Ze zijn natuurlijk altijd blij, hebben een drankje op en vinden het gezellig. Maar dit was wel hoog niveau feestpubliek. En dan moet je nagaan dat ik om 5 uur 's middags ging optreden. Laat staan als dit 11 uur 's avonds was of zo. Dus kan het nog gekker dan dit. Nee, ik heb er echt van genoten. Dikke shout-out naar Delft, man. Dag 2 van Vicky der stem. Kan je even laten horen hoe die nu klinkt? Het is nog erger dan gisteren. We staan hier bij Sint-Jansbrug en we gaan naar de Helium Karaoke. Wat is hier nou eigenlijk zo leuk aan? Ja, dat weet ik niet. Waar ga je vanavond nog heen? Naar DSB. Nu gaan we ook filmen. We zijn hier dus op misschien wel een van de apartste evenementen van de OW, namelijk de Stock Exchange op DSB. Dit is een feestje waar de drankprijs fluctueert met de verkoop en dat creëert de gekste situaties tussen de mensen. En het staat nu rampvol en volgens mij is DSB groter dan dat ze zelf denken. Hoe gek was het hier? Ja, het was totale gekte. Op een gegeven moment 2 cent voor 1 biertje. Dat is niet normaal. Ja, we staan hier dus misschien wel met de 2 gekste jongens die ik tot nu toe ben tegengekomen hier op de week. En alleen al daarvoor hebben deze jongens wel de ananas van de dag verdiend. Gefeliciteerd! Ananas, ananas, ananas. Wow, superblaasje blij, joh. Ja, helemaal geweldig. Ananas. Je hoort het, we zijn blij. Naapt op de bol. Cocktails. We'll be right back.
Dit noem ik nou OW groepsliefde. Samen een cocktail delen. Achter mij is het feest van vanavond al begonnen. Namelijk de baseclub in de aula. De hoofdleider van vanavond is Tom Trago. Vette DJ, vet feestje. Ik heb er zin in. Alberto, hoe was het feest vanavond? Ja, fucking vet gast. Fucking vet. Het was niet alleen fantastisch, het was absoluut fantastisch. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, maar als ik er dan woorden toch aan toe moet voegen, zou ik zeggen, prachtig. Immaculate. Lord of mercy on my soul. Ik had het niet mooier kunnen verwoorden.